Jan Sjoerd de Vries, stadsomroeper van Sneek. En hij werd afgelopen zaterdag hier achter mij Nederlands kampioen stadsomroeper. En wij vroegen vandaag naar zijn verhaal. Mijn naam is Jan Sjoerd de Vries. Ik ben natuurlijk stadsomroeper van de mooie stad Sneek. En daarnaast is mijn gewone werk, ben ik hier in Café Nebers, ben ik bedrijfsleider. Nou, we staan hier op het Schaapmarktplein, midden in mijn mooie stad Sneek. Hier ben ik afgelopen weekend gekroond tot Fries kampioen, Nederlands kampioen en kampioen der lage landen van het stadsomroepen. Dat deden we hier, er staat nu niet zo heel veel volk. Er stond hier zaterdag een 200 man ongeveer aan mensen omheen. Hier zat een jury van een man of drie, bekende Sneekers. Dan stond hier een podium waar 11 omroepers hun verhaal mochten doen en waarvan ik dan uiteindelijk verkozen ben tot Nederlands kampioen. Dat gaat over een hele cyclus. We hebben 10 concoursen gehad dit jaar. En degene die de minste punten heeft, is eigenlijk het beste. Ja, en als je hier dan staat en je staat in vol ornaat, dan is dat fantastisch. Ik bedoel, de jury is leuk, maar ik vind persoonlijk als stadsomroeper dat het publiek, daarvoor ben ik aan het omroepen. Daarvoor ga je omroepen. Super trots op mijn zoon. Wie zou nog niet trots zijn als moeder als je zoon hebt die Nederlands kampioen wordt. Kampioen lage landen, Fries kampioen en gewoon de beste van Sneek. Super. En uw echtgenoot, die is ook stadsomroeper, was ook stadsomroeper. Die is nog... Concurrentie thuis. Harm is nog steeds stadsomroeper van ook het overigens heel mooie Elst. En die heeft totaal geen moeite met het idee en met het wezen van Jan Sjoerd als stadsomroeper van Sneek. We zijn, ook hij is apetrots op Jan Sjoerd. Ja, absoluut. Ja. En wist u toen u begon, was u toen al bezig met een Nederlands kampioenschap? Nee, helemaal niet. Nee, ik heb ook nooit... wij doen dan de concoursen die wij doen, doen we met een hele gezellige groep omroepers. Ik ga nooit naar een concours om te denken dat ik ga winnen. Hier stond een partytent, hier zo. En er staat een klein podium van een meter bij een meter. En wij stonden als omroepers er netjes allemaal een beetje omheen. En dan ben ik heel druk bezig en dan kijk ik, ik maak mijn tekst. Die maak ik één keer, die lees ik niet weer. En dan op een gegeven moment dan, ben ik aan de beurt. En vlak voordat ik aan de beurt ben, lees ik mijn tekst nog een keer. En denk van nou, zo zat dat en waar moet ik de klemtoon op leggen? En dan word je aangekondigd en dan pak ik mijn bel en dan... Ik kan dat en dan zo'n grote zware bel en dan kom ik aanlopen en dan kijk ik naar die mensen om mij heen met dat bord in mijn hand. Dan bestijg ik dat podium en dan... Met die bel en dan is het... Hoort! Boeren, burgers en buitenlui! Hoort! Voor u staat de omroeper uit de stad met de waterpoort. Nou, zo begin ik dan mijn tekst. En dan zie je al die mensen die komen die winkels uit en die gaan kijken wat gebeurt er. Want ze horen wat en ze zijn enthousiast. En dat gevoel, ja, dat is fantastisch. Want je ziet dat mensen aandacht hebben voor iets waarvoor jij aan het werk bent. Nee, kijk, stadsomroeper is een hobby. En niet meer dan een hobby. Het is wel een hele leuke hobby om te doen, maar er moet ook brood op de plank komen. En ik mag graag werken. Dus u verdient er eigenlijk niks? Nee. Mijn stadsomroepen is een dusdanig hobby dat ik ze nu en dan voor commerciële klussen, want ik ben in principe gewoon in te huren voor wat dan ook. Daar vraag ik centen voor. En voor de rest is het liefde, werk, oud papier. Kijkt u ook altijd wanneer hij spreekt? Bent u er dan ook altijd? Nee, ik ben er niet altijd bij. Ik zit natuurlijk ook met mijn eigen zaak. En ik kan er niet iedere keer vrij voor nemen. Maar een paar keer per jaar ga ik in ieder geval mee naar de concoursen. Ook vaak samen met Jan Sjoerdse vrouw. Maken we er gelijk een leuk weekendje van. Maar dan, wij schreeuwen voor allebei de mannen Ewaard. Op het moment dat jij 2 minuten lang aandacht kunt pakken van iemand met alleen je stem, dat is fantastisch. Dat is, denk ik, de allergrootste kick voor een omroeper. Dat je kunt laten zien van jongens, wat een zanger bijvoorbeeld heeft, die kan dat ook. Die doet dat dan nog veel beter dan dat wij dat als omroepers kunnen. Maar je kunt dus met je stem als instrument, kun je mensen boeien. Ja, en dat is kicken. En wat dacht u toen Sjoerd meedeed aan het Nederlands kampioenschap? Weet je, ik had de boeketten van tevoren al gemaakt en rekening gehouden met de smaak van zijn vrouw. Ik was ervan overtuigd dat hij zou winnen. Nu nog mooi weer, jongens. En dan zijn we er weer, hè? K-
Kijk, weet je, als ik door de stad heen loop en ik roep wat om, bijvoorbeeld een aankondigingstekst, dan eindig ik ook altijd met de woorden. En wat voor weer het ook wordt, in mijn stad Sneek ben je altijd mooi fut. Zeg dat verder. Zeg dat verder. Want zo is het eigenlijk. Het maakt niet uit wat voor weer het is in Sneek. Het is de mooiste plek om te zijn.